Nu we een goed inzicht hebben van de oorzaken en gevolgen van bodemschade, kunnen we zoeken naar oplossingen om schade te voorkomen. We moeten natuurlijk het warm water niet opnieuw uitvinden. In dit deel kijken we welke oplossingen er in verschillende landen voorhanden zijn. We weten dat een oplossing afhankelijk is van textuur en vochtgehalte en te maken heeft met een maximale druk per oppervlakte. Een idee hebben van een maximaal toegelaten contactdruk aan de oppervlakte is belangrijk om te vermijden dat bodemcompactie onomkeerbaar is. Kunnen grotere contactoppervlaktes nu alle problemen oplossen? Het verhaal is iets complexer. Nabij het bodemoppervlak is de contactdruk die uitgeoefend wordt inderdaad vooral afhankelijk van de grootte van het contactoppervlak. Bij wielen wordt die vooral bepaald door de breedte van de banden en de bandenspanning. Hoe breder de wielen, hoe lager de druk. Een hoge druk aan het bodemoppervlak heeft er vooral effect op de insporing. Vervolgens neemt de uitgeoefende druk af met toenemende diepte. Druk onder brede banden gaat dieper in de bodem, maar is overal wel lager. De combinatie van smalle banden, hoge bandenspanning en hoge wiellast kan ervoor zorgen dat de bodem ergens in deze zone compacteert. Met de tegenovergestelde combinatie, brede banden, lage bandenspanning en lage wiellast, vermijd je blijvende bodemcompactie. Vanaf een diepte van ongeveer 55 cm is de uitgeoefende druk enkel afhankelijk van de wiellast. De druk onder een brede band is dan ongeveer hetzelfde als de druk onder een smalle band. Hoe kan je dit nu omzetten in richtlijnen? Sommige landbouwonderzoekers bevelen maximale aslasten of wiellasten aan. In Zweden werd bijvoorbeeld een maximale aslast van 6 ton voor landbouwtrekkers en karren aanbevolen. Dit wordt dan 10 ton voor een dubbelasser. Dit sluit mooi aan bij een aanbeveling van een andere onderzoeker die uit een theoretische berekening tot een maximale wiellast van 3 ton komt. Ook in de voormalige Sovjet-Unie en DDR bestond hier rond een lange onderzoekstraditie. Die richtlijnen hielden ook rekening met het vochtgehalte van de bodem en waren wettelijk vastgelegd. In bodems aan veldcapaciteit, dit betekent bodems verzadigd met water maar toch niet te nat, mocht de contactdruk aan het bodemoppervlak niet hoger zijn dan 50 kilopascal. Als je dit omrekent, dan betekende dit in sommige gevallen een maximale aslast van 2,5 ton, in andere gevallen een maximale wiellast van een kleine 2 ton. Ook Amerikaans, Nederlands en Duits onderzoek komt tot gelijkaardige cijfers. Contactdruk op natte bodems mag aan het bodemoppervlak niet hoger zijn dan 50 kilopascal. Op droge bodems varieert het tussen 100 en 250 kilopascal. Dit is gewoon een fictief voorbeeld om een idee te krijgen wat die 50 kilopascal inhoudt. Het is de contactdruk aan het bodemoppervlak onder elk wiel van een kar die samen met de lading 3 ton weegt en dit indien elke band de bodem over een oppervlakte van 0,15 vierkante meter raakt. Stel dat de kar 500 kilogram weegt, dan kan je er nog 100 zakken cement van 25 kilogram mee vervoeren, zonder de contactdruk van 50 kilopascal te overschrijden. Dit zijn dus minder dan 2 paletten cement. Maar dit zijn nog steeds cijfers voor gebruik op landbouwbodems. Hier en daar vinden we cijfers die ook van toepassing zijn op bosexploitatie. Door ze dan te koppelen aan drainageklassen, hou je ook rekening met eigenschappen van vochtige bodems. In de wetgeving van Quebec bijvoorbeeld is opgenomen dat de maximaal toegestane contactdruk aan het bodemoppervlak niet hoger mag zijn dan 40 kilopascal in drainageklasse 5 en 25 kilopascal in drainageklasse 6, behalve als de bodem maar liefst 35 cm diep bevroren is. Hoe kan je die 40 en 25 kilopascal in praktijk interpreteren? Wel, met zulke cijfers kan je per machine en type band een contactdruk berekenen en beslissen waar je die machine kan inzetten. Er zijn ook een aantal cijfers in omloop die relevant zijn voor het inzetten van forwarders in Europa, maar dit blijken empirische vuistregels te zijn die uit één Fins en één Frans rapport komen. Enkel de ruwe gevoeligheidsklasse is bruikbaar.
Die maximale contactdruk aan de oppervlakte geldt dan wel per wiel en per passage. De meeste onderzoekers komen tot de conclusie dat 80% van bodemcompactie optreedt na de eerste passage. Een keer met een te zware last over de bodem rijden zorgt dus al voor bodemverdichting. Verschillende keren met een lagere last over hetzelfde spoor rijden leidt dus tot weinig bijkomende bodemverdichting. Maar schuifspanning, veroorzaakt door draaiende wielen, zorgt er bij elke passage voor dat de bodemstructuur beetje bij beetje verder achteruit gaat. Het verhaal is dus complex. Zoek je naar een eenvoudige oplossing? Wees dan consequent en blijf zoveel mogelijk op dezelfde paden en uitsleeppistes. Dit is trouwens wat de meeste onderzoekers in de meeste landen aanbevelen. Plan die paden ook al in vanaf een jonge leeftijdsfase. En uiteindelijk zijn al de tot nu toe vermelde cijfers gemiddelden, meestal in de veronderstelling dat de krachten continu en statisch zijn. In praktijk treedt er altijd wel een piekbelasting op, doordat een boom wordt opgetild, de machine draait, een last wordt versleept of andere dingen gebeuren. Onder grote, harde contactoppervlakten, zoals rijplaten, wordt de druk herverdeeld. Eronder krijg je een verminderde, meer uniforme druk. Indien zware machines absoluut moeten ingezet worden op plaatsen met risico op bodemschade, is het dus altijd een goed idee om de bodem te bedekken met de rijplaten, takkenmatten of door tijdelijke talus aan te leggen. Ook rupsen vergroten het contactoppervlak, maar eronder kunnen ook andere effecten optreden als gevolg van trillingen. En onder de rollers krijg je pieken van bodemdruk. Er bestaan ook extra brede banden, moerasbanden of lage drukbanden genoemd, die de helft minder insporing veroorzaken dan een gewone standaard tractorband. Hun zelfreinigend vermogen is echter beperkt. Ze leveren dus soms onvoldoende tractie en in de modder slippen ze vaak door. En ze kunnen vrij gemakkelijk aan de zijkant beschadigd worden, bijvoorbeeld door uitstekende takken. Vaak zal het volstaan om brede, gewone tractorbanden te gebruiken en een aangepaste bandenspanning. Dit wordt verder uitgelegd in een ander deel. In een grootschalig Duits onderzoek is men erin geslaagd om graslandtypes te koppelen aan het meest geschikte type tractor met telkens het maximum laadvermogen. Op dergelijke terreinen is het vooral belangrijk om een bepaalde schuifspanning niet te overschrijden, om niet door de grasmat te breken. Men heeft dit concreet vertaald door insporing tot maximaal 7 cm diepte te beperken en per graslandtype en bodemvochtgehalte een maximaal toelaatbare schuifspanning te berekenen. Dit werd dan omgezet in eenvoudige klassen met telkens een bepaalde draagkracht. Dit kon dan verder omgezet worden in maximale wiellasten en motorvermogen. En daardoor werd het mogelijk een lijst op te stellen met de meest geschikte tractor voor elk type grasland bij een bepaald vochtgehalte.